Hoe kunnen we meer produceren voor zo'n laag mogelijke prijs? Dat was ons enige drijfveer. Als je je bedrijf zo inricht dat je ook een maatschappelijk doel dient, dat je daar heel veel voldoening van krijgt. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon maar zelf die stap zetten en uh, in de politiek gaan. Monique Ansink, al meer dan twintig jaar ondernemer met een missie. En nu ook nog met politieke ambities. En ze is mijn gast. Welkom bij 7D TV. Ja, Monique. Hartelijk welkom. Uh, straks over die politieke ambities, ja. een beetje cliffhanger, hoe je daar in godsnaam bij komt en wat je daarmee uh, gaat doen. Uh, maar laten we eerst eens een mooie schets gaan maken van jou als persoon en als uh, ondernemer. Laten we bij het begin beginnen. Jij, wat doet jouw bedrijf? Wij maken spanbanden. Jij maakt spanbanden. <laughs> ja. En hoe vaak is jou de vraag al gesteld: hoe kom je erbij om zeg maar, een bedrijf te runnen met spanbanden? Ja, die vraag wordt mij bijna dagelijks gesteld. En uh, dan denk ik: oké, okay, dan nou gaat de knop weer aan. Zo van. Nou, dan komt het verhaal er ja. weer uit. Maar ik doe dat met plezier natuurlijk. Maar uiteindelijk is het niet zo heel spannend. Um, ik heb het bedrijf gekocht in 1999, toen maakten we alleen sleepkabels. Daarvoor had ik bij Nestlé gewerkt en daar leerden we van, ja, je kan beter naar een inkopen met meer producten, dat is efficiënter natuurlijk en dan verkoop je gelijk meer. Dus toen dacht ik, wat kan ik nou naast die sleepkabels nog meer verkopen? En toen ben ik gewoon de winkels ingegaan, heb ik gekeken wat ligt er naast een sleepkabel in het schap en dat waren verbandtrommels, gevaren, driehoeken, startkabels. En spanbanden. En toen dacht ik, hé, hey, die spanbanden zijn interessant, want die kan je op verschillende plekken kopen en uh, die zie ik best vaak voorbij komen op de weg. Dus ik dacht, daar, daar worden er vast veel van verkocht. En, maar en, dat uh, zijn spanbanden die die, uh, die die dingen bij elkaar houden. Ja, gewoon voor tijdens transport. Dus voor pallets in je vrachtwagens, maar ook voor je surfplank op je dak. Of uh, ja, het kastje van oma wat uh, verplaatst moet worden. Maar ook voor uh, timmermannen en uh, ladders bijvoorbeeld. Dus B2C ja. en B2B klanten. Ja, 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 maar hoe oud was ja. jij toen je het bedrijf kocht? Uh, toen was ik. Uh, uh, nou, 29. Maar. Uh, hoe had je het geld dan om een bedrijf te bedoel, het is niet het meest logische pad... dat je denkt, oh weet je wat, koop maar meteen een bedrijf. Nee, ik had voordat ik, uh, bij, dat, ik heb bij dat bedrijf gewerkt... dus in 1991 wat, had ik daar mijn eerste baan. Die had ik gevonden via Teletext toen nog. <laughs> en ik zocht een baan. Dat is een soort internet voor de jonge kijkers. Ja. Maar dan ja. op de televisie, ja, heel ingewikkeld verhaal. Ingewikkeld ja. verhaal, ja. maar daar, uh, het was toen niet zo makkelijk... om aan banen te komen. En ik had internationaal business gestudeerd. Dus ik wilde heel graag internationaal. Ik wilde op reis, dat was eigenlijk mijn uh, doel... Ja. Van die studie ja. ook zoveel mogelijk van de wereld zien en dan via je werk is natuurlijk ook een goedkope manier. Ja. Dus ik had daar gewerkt en um, ja, uh, ik heb toen daarna ben ik bij Nestlé gaan werken want ik wilde bij een multinational ook aan de slag. En hoe kwam ik dan aan dat geld? Nou, ik had dat niet, dus ik heb uiteindelijk eerst de helft kunnen kopen. Want wie was de eigenaar? Was dat gewoon een private, gewoon een, ja, een, gewoon, een ondernemer? Uh, ja, dat was een ondernemer. En die wilde ermee stoppen. En die wilde ermee stoppen en uiteindelijk toen hij zei, oké, okay, als jij uh, terugkomt in het bedrijf, dan uh, dan durf ik nog wel een tijdje aan dus hij is in 2007 met pensioen gegaan en toen heb ik de andere helft kunnen kopen. Oké, okay, dus dat is in twee fases is dat. Ja, uh, ja. want hij had ja. ook aan een, weet ik veel, of was dat toen nog niet zo aan een private equity kunnen verkopen of aan een, een strategisch partner. Nou, dat was toen nog niet zo. Er was nog wel een andere partij die je er interesse in had, maar uiteindelijk ja kon ik het uh, de helft kopen en uh, toen dacht hij oké, okay, dan durf ik nog wel een tijdje door te gaan met het bedrijf. Dus. Uh, en dat, dat heb je met een lening gedaan. En, met uh, een lening, ja, met een lening en uh, ja, ook wel spaargeld. Ik weet niet of je nog weet in die tijd uh, was de beurs. Uh, echt een enorme... Uh, ja, die was enorm hoog aan het gaan. Ja. Ik had ook geld op de beurs uh, geïnvesteerd en uh, een paar maanden later, toen is die, uh, die klap gekomen. Dus dat was wel massel. Dus daar had ik daar een beetje massel Daar mee. heb je van gedeeld je bedrijf mee ja. gefinancierd. Dus je hebt ja. op tijd eruit gehaald en het ja. bedrijf ja. mee gekocht. was ja. net iets minder volatiel dan de beurs. Ja. Dat bedrijf. ja. Uh, maar toch, 29 jaar. 29 zei je, hè? Ik was 29, ja. en, en Maar wat was de drijfveer om uh, om die stap te zetten, om te, waar, waar kwam die drive vandaan om te zeggen: ik, ik wil dat bedrijf kopen? Nou, wat ik gemerkt had, natuurlijk... bij een multinationals Nestlé ben je een heel klein radartje. En als je iets wil, dan duurt het een tijdje voordat je iets voor elkaar krijgt. En met een eigen bedrijf, als je iets wil, dan kan je het morgen regelen. Dus ja. dat vond ik, die snelheid van een ja. eigen bedrijf, vond ik leuk. En ook, uh, ja, je kan natuurlijk verzinnen wat je wil met een eigen bedrijf. Dus je kan je mogelijkheden zijn onbeperkt eigenlijk. En dat sprak mij het meest aan. En verder was ik ook naïef. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, als ik... <laughs> en wat is je advies aan twintigers nu? Want nu is, ik weet ook dat, ik ben natuurlijk al een enorme oude lul die uit de tijd stamt... dat als je klaar was met studeren, als je al studeerde, dan ging je werken. Ja. Uh, nu is het een soort default van, hé, hey, ik ben twintiger en ik wil ondernemen. En dat niet alleen, ook heel snel ermee klaar zijn, uh, uh, financieel. Ja. Wat is jouw les, of wat is jouw tip aan jonge twintigers die nu naar jou toe komen? Zeggen, ah, dat wil ik ook en ik wil ook ondernemen. En wat zijn dan belangrijke lessen? Ja, voor mij is geld eigenlijk nooit een drijfveer geweest. Ik wil natuurlijk wel gewoon uh, kunnen eten, en uh, nou, overal van A naar B kunnen komen. En uh, verder een onbezorgd, min of meer een onbezorgd leven kunnen leiden. Maar geld is niet de drijfveer. Wat ik heb gemerkt met het bedrijf, en daar zijn we echt in de loop der jaren in gegroeid, is dat als je je bedrijf zo inricht dat je ook een maatschappelijk doel dient, dat je daar heel veel voldoening van krijgt. En dan kan je het ook uh, ja, zo lang als je wil uh, doorvoeren, want het verveelt ook niet. En uh, je, ja, je maakt heel veel leuke dingen mee met het bedrijf. Terwijl als je heel erg gaat voor altijd maar geld verdienen en uiteindelijk het doel is om het te verkopen, dan ga je toch anders je bedrijf inrichten. Mm. Uh, dat lijkt me ja, een soort red race. Uh, ik zie ook mensen die daar overspannen van worden, of burn-out noemen ze dat nu. Yeah. Uh, dus ja, ik weet niet of dat dan de juiste keuze is. Maar die keuze moet natuurlijk iedereen voor zichzelf maken. En ik denk, ondernemen is ook vrijheid. Dus ik kan ook vandaag beslissen, ik ga naar het strand als het mooi weer is. Ik regel dat, uh, dat het bedrijf goed doorgaat. Dus waarom zou ik uh, streven naar een uh, hele grote cash-out en dan de hele dag op het strand liggen? Ik bedoel, dat kan ik nu ook wel doen. Ja. Dus ik zie het voordeel daar niet zo van in. Dus ja, als je een bedrijf zou starten nu, dan zou ik altijd zoeken naar. Iets waarmee je de wereld beter kan maken. Want dan dien je gewoon twee doelen. En je hebt een bedrijf, dus je kan die vrijheid kan je van genieten. Je kan genieten van je eigen weg kiezen. En je hebt een uh, maatschappelijk doel waar je voor gaat. Dus Had je dat in het begin al met het, uh, met het want het heet Jumbo Jumbo. Jumbo spanbandfabrikant. Ja, maar het heet, het heet het. Jumbo Cargo Products. Is dat ja, de Engelse uh, naam? Dat is de Engelse naam. Want wij verkopen eigenlijk in 27 landen. Ja. Dus ja, spanband is natuurlijk in elk land heeft een andere naam. Dus we moesten een beetje een ja een containerbegrip kiezen ja. waardoor iedereen snapt. Oh ja, dat is dat bedrijf. Maar ja, in elk land hebben we weer een andere naam voor. Nooit gezegd gehad met Jumbo. Nee, want uh, wij waren natuurlijk het bedrijf bestaat al vanaf 1976. Ja. En wij hebben alle namen gepatenteerd. Dat is wel ook een goede tip voor mensen die starten met een bedrijf en een leuke naam verzinnen. Uh, dus uh, registratie doen voor je, voor je logo en je merknaam uh, beschermen. En dat heeft Jumbo supermarkten ook gedaan, maar die waren toen nog helemaal niet zo groot. Dus die zaten alleen in de supermarktbrand en wij zitten in de spanbanden. Dus en dat we... is zo gebleven. En, en zo gebleven. En jullie accepteren elkaar allebei. Ja, want je zit en dat niet bijt in... elkaar niet. Nee, precies. Dus nee. nee. Ze verkopen ze in spanbanden bij de Jumbo. Nee, in uh, andere landen, in supermarkten, kunnen wij heel goed onze spanbanden wegzetten. Maar <laughs> Nederlandse supermarkten zijn eigenlijk, hebben eigenlijk heel weinig non-food. Dus, Oké. Okay. Uh, nee. Was vanaf dag 1 die uh, zo meteen meer over de purpose en ja. over de drijfveren daar? Want ik denk dat dat ongeveer de rode draad ook is van dit gesprek wat mij betreft. Maar had jij die vanaf het begin af aan al? Nee, natuurlijk niet. Uh, toen ik in 1991 begon in dat bedrijf, uh, ging, werden natuurlijk al onderdelen gekocht in Azië. Ik ben ook toen naar Azië geweest, want dat was natuurlijk mijn droom. Ik wilde reizen. Ja. Dus uh, ik dacht ook, ik ga niet op sabbatical en reizen. Ik ga voor mijn werk reizen, want dan is het ook goedkoper. En dan kom ik er toch. Ja. En dan maak ik daar ook dus uh, dat vind ik nog steeds trouwens het leukste van mijn werk. Um, ja, en toen kwam ik gerust ook in fabrieken waarvan ik dacht: uh, ik dacht nog wel van god, nou die mensen worden hier geen veertig, want ik kon amper zelf ademen in die fabrieken. Ik was soms nog blij dat mijn zolen nog onder mijn schoenen waren, want het zuur liep gewoon over de vloer. Uh, ook achter de fabrieken zag je dan ook een heel geel veld. Je zag ineens eens meer een plantje groeien, want alles werd gewoon gedumpt. En daar heb ik zoveel fabrieken van gezien. Uh, en ik weet nog wel dat ik dacht, ja, oh ja, ja, nou, ja, die mensen worden hier geen veertig. Maar eerlijk gezegd en ik schaam me er ook echt wel eh, terugwerkende kracht voor, was er niks in mij dat zei dit kan niet. Hier moeten we mee stoppen. Nee, want het ging gewoon zo. Het ging toen alleen maar in de jaren negentig om de P van product van product, zoveel mogelijk winst, zo laag mogelijk uh, inkoopprijs en wie dat maakte, hoe dat werd gemaakt, wat er werd gedaan met de afvalstoffen. Dat is een zorg. Ja, daar ja. dacht niemand over na. In Nederland dachten we daar natuurlijk ook niet over na. Jij dacht, alleen maar, maar, het, jij dacht alleen maar, het is goedkoop. Het is goedkoop en hoe kunnen we meer produceren voor zo'n laag mogelijke prijs? Dat was ons enige drijfveer. Denk je dat dat nu nog is bij veel bedrijven? Nee, ik denk het niet. Ik heb, zie echt in de loop der jaren, afgelopen jaren dat die dat dat omslagpunt is echt wel gemaakt en daar ben ik dan wel heel blij om. Ja. En uh, dat is voor iedereen beter natuurlijk. Alleen we zijn er nog lang niet. Nee. Maar uh, ik, ik denk dat als je mensen op straat vraagt, dat iedereen er zo over denkt dat dat niet kan. Ja. Alleen de weg er naartoe dat het ook echt niet meer gebeurt, die is nog wel lang. Jij doet nu zaken, met name ook in Vietnam, hè? toch? Daar wordt veel gemaakt. Ja. Ja, we zijn. Uh, nou, eerst kochten we natuurlijk altijd alles in. Op een gegeven moment dachten we van, uh, ja, goh, we moeten het eigenlijk zelf gaan produceren, want we kochten alles in. Uh, je was niet zeker van de kwaliteit en dat ging met name over de kwaliteit van het product, want het zijn natuurlijk deelnemers in het verkeer. Ja, ja, ja. Dus, dus moet die allemaal moeten veilig allemaal zijn. veilig zijn. Ja. Er zijn allemaal regels voor. Uh, dus ja, die, om die kwaliteit, om die veiligheid te garanderen, dachten we, je kan beter zelf produceren. Dus ik ging op zoek naar een uh, productielocatie. Um, nou, via Indonesië, daar hebben we een tijd gezeten, zijn we uiteindelijk verhuisd naar Vietnam. En de reden dat we ook nog daar moeten zitten, want je zou kunnen zeggen: waarom doe je dat niet in Nederland? Maar wij maken ook snelbinders die achter op je fiets zitten om dingen vast te zetten. Daar zit rubber in, natuurrubber. En ja, rubberbomen groeien niet in Europa. Dus daar moet je wel voor naar uh, Azië, of rondom de Evenaar. En dat moet je dan ook daar wel gelijk verwerken. Dus die fabriek staat er toch. Um, nou, uiteindelijk in Vietnam beland via een hele omweg, en uh, ja, toen werden de collega's daar, de mensen die daar werkten, echt collega's. En ik weet nog dat ik terug zat in het vliegtuig en dat moment kan ik me nog echt herinneren, want ik ben niet een heel emotioneel type. Maar toen uh, zat ik naar een documentaire te kijken van John Lennon en toen werd dat uh, lied gespeeld van Imagine. En op de een of andere manier kwam dat gewoon. Binnen. Ik weet niet, ik was, denk moe van de reis. Ik zat hoog in de lucht in mijn eentje naar, naar John Lennon te kijken. En toen dacht ik: Jeetje, dit raakt mij echt. En hoe kan het dat we dus mensen in Nederland op een bepaalde manier behandelen? We gaan op een bepaalde manier met elkaar om. En we doen dat op een hele andere manier met de mensen in, in Azië, die voor ons al onze producten maken: ons kleding, schoenen, tassen, jassen, nou, noem het maar op. Nou, ik, ja, ik, de, toen was bij mij de knop om. En toen dacht ik: Nou, dat gaan we dus niet meer doen. We stoppen ermee. We gaan de P van People op nummer 1 zetten. Niet meer die P van product. Nummer 1 wordt People bij ons in het bedrijf. En de mensen in, in Nederland, onze collega's in Nederland, die krijgen, hebben dezelfde behandeling als de collega's in Vietnam. We gaan gewoon op dezelfde manier met elkaar om. Dus de ARBO-regels, alle regels die we hier hebben, die uh, hebben we gewoon één op één gekopieerd in Vietnam. Hmm. En dat was wel een omslagpunt. Dus dat was ongeveer in 2010. Nou, ik had geen idee hoe ik dat moest doen, want eh, toen waren er nog niet zoveel voorbeelden. De Sustainable Development Goals waren er niet, nog niet eens. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen, maar die zijn er pas in 2015 gekomen. En toen heb ik aansluiting gezocht bij een, uh, een organisatie, een vereniging van bedrijven in Brussel. En dat heette toen nog uh, ja, BSCI. Dat is een bepaalde manier hoe je je bedrijven opzet in uh, opkomende markten. En hoe je dat dan ook controleert en hoe je ze kan helpen om van A naar B te komen. Uh, nou, daar hebben we, heb ik meegewerkt aan de gedragscode en dat is geprofessionaliseerd. En nu doen we 65.000 audits met die organisatie per jaar. In opkomende markten. Om uh, ja ervoor te zorgen dat iedereen uh, op de juiste manier wordt behandeld. En uh, ja, dat werkt voor mij heel goed. Want het is voor jou niet meer, het zijn geen leveranciers, het zijn jouw bedrijven daar. Die hebben het eigen van... Ja, eigen fabriek in uh, okay. Vietnam. Ja. Hoeveel mensen werken daar? 65. En je hebt ook nog een uh, vrouwenquotum, toch? tenminste die hanteer jij graag. Ja, klopt. Ik merkte natuurlijk al zeker in mijn branche, was ik eigenlijk altijd de enige vrouw. En toen dacht ik, ja, daar moeten ook veranderingen komen. Dus wij dachten, eigenlijk zou het gezien de bevolkingsgroepen, zou je op 51, 49 moeten zitten. 49% man en 51% vrouw. Nou ja, oké, wij zeggen dan 50, 50. Maar toen dachten we, om het gemiddelde een beetje te helpen, gaan wij voor 70, 30. Dus wij willen 70% vrouw in het bedrijf en 30% man. Die heb je ook. Dat hebben we ook. Dus ja, ja. ja en uiteindelijk ons doel is om aan 300 uh, mensen banen te bieden waarvan 70% vrouw. En dan duurzame banen noemen wij dat dan. Ja. En met duurzaam bedoel je? Ja, dat er uh, een living wage wordt betaald. Dus dat is het loon voor iemand, uh, voor een volwassene uh, en één kind. Wat je nodig hebt per maand. Dat heet living wage. Dat je so de premies worden betaald voor de verzekeringen, de sociale verzekeringen. Dat er opvang is, zeg maar, voor je als je ziek bent. Uh, nou ja, het hele scala aan pakketten, wat wij hier heel normaal vinden. Maar wat in Azië helemaal niet normaal is. Dus dat noemen wij een, een duurzame baan. Maak jij impact met dat bedrijf in Vietnam? Ja, dat vind ik zeker. Uh, en ik dacht eerst, nou, ja, we zijn maar een klein bedrijf, maar uh, zeker maak je impact. Want um, op het industrieterrein waar wij zitten, hebben ze het ook wel al gemerkt. Wij hebben precies hetzelfde bouw als in Nederland. Dus we hebben ook een hele mooie kantine waar iedereen kan eten. Iedereen krijgt tussen de middag ook warm eten. En we hebben geen verloop. En dat zien de bedrijven om je heen natuurlijk ook, die wel heel veel verloop hebben. Van nou, hoe doen ze dat? Nee. Dus ik heb gemerkt dat in de bedrijven om ons heen ook die standaard een beetje omhoog is gegaan. En uiteindelijk, de wetgeving groeit ook daarin mee hoor. Dus uiteindelijk zie je dat dat ook natuurlijk helpt. En we hebben met Europa een handelsovereenkomst gesloten met Vietnam, waar ook in staat dat ze willen dat op termijn al die dingen verbeterd worden. Dus uiteindelijk komt dat goed. Maar goed, we waren daar wel een beetje in een voorlopig... Ik las in. vandaag in het FD dat het heel erg goed gaat met Vietnam. Dus ja. eigenlijk komt dat door jullie. Ja. <laughs> dat, dat is eigenlijk het verhaal. Nee, niet door ons. Maar ik denk wel door, uh, niet, uh, ja, niet alleen door ons, maar wel door uh, verschil te maken. Op die, ja. op die kleine, ja. op kleine manieren toch grote impact te maken. Mooi en, voorbeeld hoe je als ondernemer gewoon in je eigen... Span of control, zeg maar, wat je, waar jij impact kan ja. maken. Dat je dat gewoon heel concreet kan doen. Het kan je gewoon heel ja. makkelijk doen. Het ja. kan je echt doen. Alleen ja, ja, daardoor zijn onze producten wel wat duurder. En daardoor uh, haken sommige bedrijven af. Ja. Maar sommige bedrijven komen er ook weer voor terug. Die dus, juist bij jullie ja, komen van. Een de grote programma. retailer in Nederland. Doe-het-zelf-retailer. Uh, die had het verhaal ook een keer gehoord, maar toen konden ze er nog niks mee. En een aantal jaar geleden, toen belde de hoofdinkoper op van... hé hey Monique, jij wilde toch uh, 300 banen creëren voor 70% vrouw? Ik dacht, hé, hey, heb je dat onthouden? Wat knap. Hij zegt, nou, wij zijn eraan toe. Want ook in dat bedrijf was het belangrijker geworden om aan dat soort doelen te werken. Dus ja, dan matchen die doelen met elkaar en dan uh, kan je wel zaken doen. Grappig. Ja. Uh, de politiek komt er echt aan, maar ik hou hem nog even in de ja. lucht. Want je kwam spontaan binnen met. Oh ja, ik heb nog even drie boeken meegenomen. Ja. En dat zijn niet jouw boeken voor de duidelijkheid. Dus niet nee, denken van: oh, gaan we nou nee, boeken lopen schrijver. pluggen. Nee, Dit zijn nee, gewoon drie. Nog, om even nog wat verdieping te geven ja. aan jouw uh, ja. uh, uh, verhalen, jouw drijfveren ja. Ja. en van waar het je dingen doet. Uh, om te beginnen deze: De Gulden Snede van Herman. Uh, Nee, ja van Herman Wijfels. waarom staat daar Wilma de Rek boven? Ja, zij heeft het interview, het is een, een boek in een interviewvorm okay. dat leest wel heel makkelijk daardoor, okay. maar het, het is een boek over en... Herman Wijfels, yeah. over zijn gedachtegoed. Yeah. En uh, nou zoals ik net vertelde hij heeft dus in 2010 ongeveer de P van People bij ons in het bedrijf de intrede gedaan. Yeah. En ik was naar een opleiding voor uh, bij Nijenrode uh, om voor commissaris. Op Commissarisopleiding en Herman Wijfels kwam daar uh, een soort fire chat doen, en die vertelde eigenlijk: die sprak ons aan als ondernemers van uh, ja, ondernemers. Mijn voortschrijdend inzicht zegt: Jullie zouden eigenlijk de P van Planet moeten toevoegen, en die Planet zou eigenlijk jullie hoofdstakeholder moeten worden in je bedrijf. En ik dacht echt toen ik dat hoorde: Waarom heb ik dat zelf niet bedacht? Hm. Briljant en ja, dat gaan we doen. Dus de volgende dag kwam ik natuurlijk op werk. En ik zei, jongens, we gaan de P van Planet toevoegen. We je had en People al voorop, toch? We hadden People voorop. Dus en die ten... ging verhuizen naar de tweede plek? Die ging verhuizen naar de tweede plek. En iedereen dacht, oh, nou, Monique is weer naar een cursus geweest. <laughs> dus we gaan het weer allemaal anders doen. Maar ze konden zich er wel in vinden. En nu als je bij ons in het bedrijf komt, hangt Planet... We hebben gewoon maar even een foto van de planeet opgehangen. Hangt ook bij onze vergadertafel. En wij vragen echt letterlijk... Nou, wat vind jij ervan? En wij geven natuurlijk antwoord, want die foto geeft, die heeft geen stem. Maar iedereen weet echt wel wat goed is voor de plannen. Dus als wij innoveren, dan laten we de planeet meepraten. En ik had het niet voorspeld, maar sindsdien zijn onze innovaties echt zoveel beter dan eerst. En dat je denkt, dit hadden we anders nooit bedacht. Was? Bijvoorbeeld, wij kleuren de spanbanden. En ja. dat is verf, net als onze kleding. Dat is echt niet goed voor het milieu. Dat weten we allemaal. Het gaat gewoon in, in de opkomende markten zo de rivier in. En wij dachten, waarom verven we het eigenlijk? Dat kwam door dat Planet meesprak. Van, hoezo verven jullie eigenlijk? Die vroeg dat, soort van. Dat kwam naar boven, ja. omdat we zeiden van... nou Planet, wat vind jij ervan? En dan gaat je hoofd toch nadenken van... ja, wat zouden Planet ervan vinden? Waarom verven we eigenlijk die spanmanden? Want dat materiaal is wit van zichzelf. Is een witte spanmand niet goed genoeg? Nee, prima. Is iets veilig? Ja, is veilig. Ja, wordt die vies? Nou, net zo vies als de gekleurde. Je ziet het alleen iets meer. Maar nu wordt de oceaan vies. Ja. Dus voor ons was het gewoon een no-brainer. We gaan witte spanmanden verkopen. En die zijn er dan ook. En het is nu uh, de, de, de spanmand die het meest wordt opgenomen door de retailers. Want die beginnen dat nu ook te snappen. En ik weet zeker dat die witte spamman er niet was gekomen als we planet niet hadden laten meepraten. Nou, zo heb ik nog wel tien voorbeelden. Ja, je hebt natuurlijk, ik vind het altijd leuk, want je hebt heel veel mensen die, die, die dan nog steeds de discussie aangaan van nou, hoe ernstig is het nou hè, met het klimaat. Ja. Uh, want de aarde die redt zich wel. En dat geloof ik ook wel overigens. Dat uiteindelijk oh, ja, wij als mensen meer wel. problemen hebben dan de ja, aarde, die overleeft die wel. wel. Maar dan heb ik inderdaad steeds vaker zoiets van boeien. Hè? Het is toch veel interessanter wat jij zegt. Dat waarom zou je het niet doen? Ja, Waar, waarom zou niets. je, waarom zou je niet gewoon vanuit de optiek dat je heel zo tof mogelijk naar de aarde toe wil ondernemen? Ja. Ook al weet, dat is toch alleen maar gaaf? Dat staat dat toch los van het feit van die hele discussie of het nou slecht gaat met het klimaat. Ook al gaat het niet slecht met het klimaat. Dan nog, dan nog is ja. dit toch super tof om te doen. Ja. Dat is toch beter dan verf in een rivier flikkeren? Ja. Precies, ja. en dat, dat waar we het aan het begin over hadden, als ik nu een start-up zou uh, willen dan opzetten... Zou je dat dan zou ik daarover ja. na gaan denken. Ja. Want dit geeft zoveel energie. Ja. Ook in het bedrijf, ons, he, met al onze collega's. En als het dan weer een klant die wit spannend opneemt, nou zijn we allemaal weer blij. Ja. Want uh, we zijn weer beter voor de oceaan. Weet je, dat is ons motto nu. Nou ja, en een goede oproep. Omdat dat is natuurlijk een kritiek die uh, want ik heb hem wel eens eerder interviewd. Dan, dan, dan is het natuurlijk de kritische vraag die je dan moet stellen: is van ja, meneer Wijfels, maar je bent jarenlang onderdeel geweest van, van het kapitalistische systeem. En dan ben je op een gegeven moment bij je oude lul, pensionado, en dan ga je een beetje de idealist uit lopen hangen. Ja. Uh, uh, maar jij zegt we moeten dat dus echt gewoon helemaal naar de twintigers toe trekken nu en het gewoon tot standaard maken. Ja, en beter later nooit. Kijk, ik heb ook in die fabriek gelopen en niets ja. gedaan ja. Uh, 25 jaar ja, geleden. Precies, beter later nooit. Ja, en ik kan nu wel zeggen, ja, omdat ik toen daar liep, ga ik er nu ook heb niks in doen. Nu geen recht van spreken. Maar ik denk nee, ik heb, uh, dat, toen had ik dat inzicht niet. Nu heb ik voortschrijdend inzicht en dan gaan we er ook naar handelen. Hmm. Dus, um, Hoe moeilijk is het ja. om daar niet te principieel in te worden? Want jij vliegt veel. Neem ik aan, tenminste als je veel naar Vietnam gaat en zo, hoe ja. hoe lastig vind je dat? Nou, ik probeer wel minder te vliegen. Dus als het kan, dan probeer ik uh, het op een andere manier op te lossen. En sowieso vind ik dat is een voordeel van de coronatijd. Wij hadden natuurlijk altijd al online meetings met Vietnam, want we spreken ze bijna dagelijks en ja. dat gaat al online. Maar sinds corona zijn we gewend om nog meer online te doen en die online meetings zijn ook kwalitatiever. En iedereen is er ook aan gewend. Dus ik vlieg zeker minder dan voor ja. de coronatijd, omdat ja. je het online eigenlijk best goed af kan. Ja. Dus dat vind ik een groot voordeel. En ik hoop echt dat we allemaal, ook als de grote vliegmaatschappijen, maar ook de oliemaatschappijen, allemaal die P van Planet in een stakeholderlijst opnemen. Dan wij zijn zo innovatief en inventief mensen. Dat er gewoon een oplossing komt voor dat probleem. Want wij willen allemaal blijven vliegen. Want de wereld is te mooi om het niet te zien. Maar op een duurzame manier. Ja. En, en, en die manier gaat er komen. Alleen, we hebben dat nog niet uitgevonden. Maar. Het is al ergens voorhanden, maar het moet alleen nog ontplooit worden. Ja. Uh, welk boek wil weer eens tweede. Van Vietnam. Van uh, van de, de van de met Zen de planeet redden. Ja. De planeet redden. Ja. Meneer Tich Nat Han. Tich Nat Haan, zeg je. Tich okay. Haan. Ja, jij kent natuurlijk ja. Vietnamees. Nee, oh. ja, ik weet wel wat woorden, hoor, maar okay. ik, uh, ik kan. Uh... Je kan die van namen beter uitspreken dan ja. ik. Okay. Ja. Oké. Waarom, waarom dit boek? Nou, via mijn uh, collega's in uh, Vietnam ben ik natuurlijk, uh, ja, het is lands eer. Dus het is een uh, boeddhistisch land. Ja. En uh, in zaken doen uh, kom je daar natuurlijk ook achter. Dus ik heb, wij hebben in de uh, hal in het, uh, in het bedrijfshal, zeg maar in Vietnam, het is eigenlijk allemaal één op één kopie van Nederland... behalve dan dat er daar een altaar staat. Dus er staat een klein altaar uh, en daar wordt dan uh, fruit neergelegd... er wordt wierook elke ochtend even aangezet. Ja, dat is uh, voor hun belangrijk. En uiteindelijk ben ik me meer gaan verdiepen in het boeddhisme. En Thich Nhat Hanh is een monnik... Een uh, Vietnamese monnik en hij heeft, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het beëindigen van de oorlog tussen Vietnam en Amerika. Dat heeft hem uiteindelijk ook wel uh, ja, opgeleverd dat hij verbannen werd uit Vietnam. Hij heeft heel lang in Frankrijk gewoond en hij heeft een, uh, ja, een heel boeddhistisch imperium op uh, weten te zetten... Maar de manier hoe uh, vanuit boeddhisme naar hoe je met elkaar omgaat als mens, maar ook hoe je omgaat met de natuur. Uh, vind ik een uh, hele bijzondere mooie manier. En wij zijn de natuur, zegt het boeddhisme eigenlijk. Want wij zijn natuurlijk ook onderdeel van het hele systeem. Dus eigenlijk zegt een boeddhist: ja, als je de aarde vervuilt waar we het net over hadden, vervuil je jezelf. Dus waarom zou je dat doen? Waarom denk je niet na om daar uh, respectvoller mee om te gaan? Want. Ja, jij bent de aarde. Dus um, ja, en sinds ik dat boek heb gelezen en ook meerdere boeken van hem heb gelezen, ben ik daar veel bewuster van geworden en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ja. Dus uh, dat is wel mijn lievelingsboek geworden. En uh, ik heb eigenlijk allemaal uh, oortjes gemaakt zo. van uh, wat ja. ik belangrijk vind om, om te onthouden. Dat en is bijna elke bladzijde. Boek, ja. <laughs> dat is echt te grappig. Ja. 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 Dus, uh, en ook gewoon de manier hoe je met elkaar omgaat. Uh, hm. Hoe je naar elkaar luistert. Uh, maar met name ook hoe je met de natuur omgaat. Uh, ik ja. zal uh, sowieso voor de kijkers even een, uh, in de beschrijving uh, de boekjes even noemen. Dat je nu niet denkt van, oh, oh, ik kan het niet zo goed zien op de camera. Ik, ik zet het even in de beschrijving. Ja. Oké, okay, ik ga hem niet van lezen. Uh, dus uh, dank je wel voor die tip. En dan als laatste, misschien een leuk bruggetje... naar je politieke carrière die eraan zit te komen. We zijn Europa, ja. uh, geschreven door Reinier van Landschot. Ja. Um, waarom dit boek? Waarom heb je het meegenomen? Nou ja, ik, we, we, de, de route begon natuurlijk bij die P van product. Ja. Toen zijn we naar die P van people gegaan, de P van planet... De laatste twee jaren is uh, de, ja, de overal weer oorlog ontstaan. Natuurlijk in de Oekraïne, zo dicht bij ons. Terwijl we door Europa jarenlang uh, vrijheid hebben gehad hier in, uh, in ons continent. Um, en ook in Israël met die Gazastrook. En toen dachten wij ook op het bedrijf. Nou, sowieso hebben we er als bedrijf last van. Hè. We hebben nu last van de houties weer met de containers. Maar sowieso het... Het voelt minder veilig om te ondernemen. Wij we konden eigenlijk tien jaar geleden overal gaan en staan waar je wilde. Ja, dat is nu niet zo. Uh, wij hadden ook Russische klanten, die zijn er niet meer, terwijl die mensen waren onwijs echt hele lieve mensen. Dus dat is ook raar dat dat niet meer kan. Ja. Dus uiteindelijk hebben we de vierde P toegevoegd, dat is de P van Peace. En voor het bedrijf betekent dat bijvoorbeeld dat wij nooit uh, zouden gaan leveren voor militaire doeleinden. Hebben we in het verleden wel gedaan. Daar kan ik nog een uur een verhaal over vertellen, maar dat doe ik nu niet. Hm. Maar wij zeiden: oké, okay, wij willen daar niet aan meedoen. Jij nog doen. een gewetenloos ondernemer. Was, was ik nog een, een gewetenloos. Je liet je van die spullen maken in de Chinese fabriek en dan verkopen aan de oorlogsindustrie. Ja, wij hebben inderdaad aan de oorlogsindustrie <laughs> verkocht en uiteindelijk bleek. <laughs> het Ja, maar dat bleek dat het dual goods waren. Ik had nog nooit van dual goods gehoord, maar dat zijn goederen die je dus zowel gewoon in het normale leven kan gebruiken, maar ook in een oorlogsgebied. Nou, daar hebben we dan nog wel een andere keer over. Maar toen had ik daarover geleerd en toen dacht ik, nou, wij gaan gewoon met dit bedrijf niet meedoen aan de oorlog. Dus als er iemand komt om nou, spanman of andere producten voor militaire doeleinen, zeggen wij nee. Terwijl de aantallen interessant zijn, de marges al goed zijn, want ze betalen altijd te veel natuurlijk vanuit de overheid. Ja. Dus um, ze, ze rekenen ook nooit goed na. Maar wij zeggen nee, want wij willen gewoon geen onderdeel zijn van een oorlog met het bedrijf. We willen daar ook niet aan meedoen. Dus uh, dat is de P van Peace. En hoe we dat verder gaan invullen, weet ik niet. Maar uiteindelijk gebeuren er zoveel dingen in, uh, in het leven... wat ook dus een, een bedrijf en een ondernemer raakt. En daar had ik allemaal wel wat van te vinden... En daar hadden we het dan natuurlijk ook vaak over, van nou, hoe kan dit en waarom gebeurt dat niet en hoezo praten ze niet met ons, nou dat soort uh, mm -hmm. uitspraken kon ik best doen. En toen reed ik in het uh, mooie uh, land in, uh, <laughs> in Noord-Holland, tussen de weilanden en toen stond er een bord, een heel groot bord van uh, waarom praat de politiek niet met de boeren, maar alleen maar over de boeren. En toen dacht ik, ja, dan kan je net zo goed ondernemers neerzetten. Zorgprofessionals, uh, zorgprofessionals, uh, onderwijs. onderwijs, uh, onderwijs uh, noem, nou, noem het maar op. Ja. En toen dacht ik, ja, dat, daar hebben ze gelijk in. Ze praten er. Er wordt heel vaak over groepen gepraat, maar niet met. En toen dacht ik, ja, dan uh, moet ik eigenlijk gewoon maar zelf die stap zetten. En uh, in de politiek gaan. Maar want... kwam dat door dit boek of wat? Nee, dat kwam niet door het boek. Dat boek is net uit. Ja. En um, ja, ik, ben, uh, ik heb gekozen voor Volt. Ik heb echt uh, goed ge ge gekeken waar kan ik nou mijn ei kwijt, ja. zeg maar. Mijn ondernemers ei ja. in de politiek. En ik vond daar toch de meeste uh, ruimte voor bij Volt. Volt is eigenlijk een start-up. Een Europese start-up. Dus uh, de, nou, er gaan heel veel dingen goed. Maar we hebben ook natuurlijk groeipijn, start-up pijn. En dat is heel erg leuk om uh, al onderdeel van te zijn. Maar die Europese gedachte vind ik zelf uh, heel fijn. En dat doen wij natuurlijk ook als ondernemers. En dat is ook zo vreemd. Het lijkt wel of er twee lagen zijn in de wereld. De ondernemers gaan met iedereen om. Wij kunnen met iedereen zaken doen. We kunnen met iedereen koffie drinken. Er is geen oorlog tussen de mensen onderling. Het is gewoon een hele prettige sfeer. Het Maakt niet uit waar je bent in Het welke een beetje land. Weet je wel over MKB. Groot Mkb, want ik weet niet of het bij de, de term business is war is natuurlijk niet voor niks. Oh, nee. ik kan me voorstellen dat bij hele grote internationale bedrijven ja. dat het er misschien een ander spelletje is, maar het ondernemerschap zoals wij het kennen. Ja. Mensen zoals jij en ik die ja, gewoon gewoon ondernemen. Er ja. zijn super toffe gasten. Ja, altijd dat en altijd, dat, ja, dat, dat, dat gaat goed. En dan denk je, ja. hoe kan het nou dat dus de bovenlaag is in oorlog? Die zijn elkaar aan het afmaken. En ja. wij kunnen gewoon met elkaar zaken doen. Want wij, ik mag dus geen zaken doen met die leuke Russische klant. Ja. Terwijl dat een hartstikke leuke klant is, ja. hebben we ook leuke gesprekken mee gehad, uit eten mee geweest. Er is niks mis met die persoon. Nee. Uh, dus nou ja, en dit boek, daar staat op: heel, Wij zijn Europa. En dat is eigenlijk een beetje ook een brugje naar dat boek van Tik Nant Haan. Wij zijn de aarde. Dus hoe kan je er tegen zijn? Weet je, en wij zijn Europa. Dus hoe kan je er tegen zijn? Dus daarom heb ik dat boek meegenomen. Van ja, we zijn Nederland. Het is ook maar gewoon: iemand heeft ooit die grenzen bedacht. Maar de aarde is gewoon rond. En we wonen met z'n allen op die aarde. En die aarde is van iedereen. En ja, hoezo ga je uh, zo beperkt denken? En dat doen wij niet als ondernemers denken we ook niet beperkt. Want, ja, maar je zou wel kunnen zeggen dat Europa ook nog klein denken is. Want Europa is natuurlijk vanuit bedreiging kun je het ook zien als een ontwikkeling dat we ons gaan wapenen, letterlijk nu ook. Tegen de paar andere grootmachten die er in de wereld zijn. Dus je kan het ook bijna weer zien als een soort red race. En dan snap ik dat er vanuit ja. angst wordt geregeerd. En mensen ja. zeggen, weet je wat, als we nou gewoon lekker zo'n paar van die heipaaltjes om ons landje heen zetten, ja. dan zoeken ze het allemaal maar uit. Ja. En dan, wat natuurlijk niet werkt. Nee. Uh, maar snap wat ik zeg. Ja, nee, zeker. Maar dus, dus, dus ja. geloof jij in wereldvrede dan, of zoiets? Nou ja, ik ga ervan uit dat uiteindelijk... Ja. Als je echt in ieder, als je met individuen praat, dan wil iedereen vrede. Ja. Dus, met de uitzonderingen daar gelaten. Ja, maar dan hebben die mensen psychische hulp nodig. Maar een gewoon normaal weldenkend mens wil vrede. En uiteindelijk weten we allemaal dat een oorlog niet werkt. Want we hebben niet voor niks een, uh, een uh, gerechtshof die mensen gaat straffen. En we hebben niet voor niks dat er na zeven jaar oorlog gaan ja. mensen zeggen... ja, misschien moeten we toch nog een keer gaan praten. Dan denk ik, ja, als je die ervaring nou hebt... kan je ook al aan het begin praten. En dan, ja, elke oorlogsdode is er één te veel in mijn ogen... Dus uiteindelijk zouden we allemaal moeten streven naar, naar wereldvrede. En ook onze stem veel laten horen. Want niemand die ik spreek op straat zegt dat ze het ermee eens zijn wat er gebeurt in oorlog. Iedereen vindt het afschuwelijk. Mm -hmm. en niet, maar niemand staat ervoor op. Niemand zegt ho, stop. En waarom Volt? Maak eens concreet. Los van het feit dat ze je zegt het is een start-up-achtige ja. mentaliteit. Ze zijn natuurlijk pro-Europa. Ze presenteren zich ja. als een Europese partij. Ja, nou ik vind het dus heel belangrijk dat je dus zegt... oké, okay, we zijn in Europa, wij wonen in Europa. Nederland is alleen te klein. En we moeten dus over de grens heen denken. Want de problemen die we hebben, het klimaatprobleem waar we het vandaag ook al over hadden, dat stopt niet bij de grens. Dus het klimaatprobleem moet je met elkaar oplossen. Het liefst natuurlijk met de hele wereld, maar laten we eerst dan met, uh, met Europa beginnen. Maar ook het, het probleem waar veel mensen over zeggen, het probleem met vluchtelingen is ook een probleem van voor, voor, voor een grotere groep dan alleen voor Nederland. Wij kunnen dat ook niet oplossen. En wat ik bijvoorbeeld fijn vindt, is dat zeggen, ja, we kunnen het probleem, je kan wel een pleister plakken, maar je kan beter kijken waar, wat is de oorzaak van het probleem? Nou, je hebt een paar grote problemen. Je hebt het klimaat, is een probleem. Nou, dat veroorzaakt door of oorlog. Nou, dat zouden we dan aan de, aan de wortels moeten oplossen. Of uh, doordat er. Uh, Economische verschillen zijn, dan komen ze naar een land waar het beter is. Dan kan je beter dat andere land helpen om te groeien, zoals wij nu ook met, met een handelsverdrag Vietnam hebben geholpen om te groeien. Dan blijven die mensen heus in Vietnam. Terwijl, als je ze gaat weren en je gaat heel veel geld stoppen in in, in je grenzen te bewaken. Ja, die mensen blijven wel komen. Dan je lost het probleem niet op. En dat is ook met Afrika. Als je daar zorgt dat de economie gaat draaien, dat de mensen zelfvoorzienend worden, blijven die mensen echt prima in hun eigen land. Ja, dus zo. daar kan je beter je energie op zetten. En dat is dan ook met het klimaat. Ja, het klimaat, we krijgen ook uh, vluchtelingen waar het te heet wordt of te nat. Dus we moeten zorgen dat het niet te heet wordt en te nat wordt. Je moet zorgen dat het klimaatprobleem wordt opgelost. Want dan blijft ook iedereen natuurlijk wonen waar hij woont. Maar als we dus ons gaan focussen op de grens en op oorlog. dan vergeten we ons te focussen op het echt oplossen van de echte problemen. Wat nog veel leuker is ook nog eens een keer. Uiteindelijk heeft iedereen daar wat aan. En uh, ja, dus daar, daar zit de kern van de boodschap. Pak het probleem bij de wortels aan. Alleen dat heeft natuurlijk een langere adem nodig. Het heeft meer geld. Het, is meer, het kost waarschijnlijk meer geld voor ons allemaal. Maar uiteindelijk dat je de wel, het welzijn over de hele aardbol verdeelt. Ja, dat is ook logisch. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat je ja, in, een, in een van de prinsen en prinsessenland woont en de rest moet daardoor maar uh, afzien. Dat kan niet. Dus uh, daar moeten we ook reëel in zijn. Wat betekent zo'n positie? Want je staat nu op de lijst of zoiets? Ja. Wat betekent dat? Nou, dat je kan stemmen als je straks op 6 juni naar de. Kan de ik stem... op jou stemmen? Dan kan je op mij stemmen. En als ja. er dan heel veel mensen op jou stemmen en ook nog op Volt, moet je dan naar Brussel? Ja. En dan kom je daar in de politiek. Ja. Is dat fulltime baan? Ja, het is, uh, het is wel een fulltime baan. En dan betaalt wel, want het, dat is wel een gedoe. Dan moet ja, je in Brussel dan... moet je daar in een flatje gaan zitten of zo door de week? Ja, ja. Heb je daar al over nagedacht? Jazeker, maar ik denk ook, ja. ik vind dus één, ik wil graag de, de stem van de ondernemers laten horen ja. in Brussel. Omdat ik vind dat er heel veel dingen worden besloten, maar ze vragen niet van, oké, okay, hoe werkt dat nou uit? Ja, het gaat, gaat over. niet met wat je net nee, zei. Nee, uh, ja. in de politiek gaan ze uit van wantrouwen, terwijl ik denk. Overleg nou met hoe dit op de beste manier georganiseerd kan worden. Want als we met z'n elkaar hetzelfde doel hebben, nou, bijvoorbeeld de planeet redden, dan gaan ondernemers juist heel erg innovatief nadenken hoe we dat kunnen doen. En uh, dus praat met elkaar hoe je het kan oplossen. En dump niet een hele berg regels over de ondernemers heen. zonder nagedacht te hebben hoe de uitvoering moet, hoe er gehandhaafd moet worden. wat voor sancties er zijn als het bedrijven het wel doen of niet doen. Ja, dat stuk, dat kop- en staartstuk, dat zit er bij de politiek te weinig in. Dus daar wil ik veranderingen brengen. Maar ik denk ook dat de bestuurscultuur ook wel veranderd kan worden. Dat zou moeten van als bijna een half jaar weer weg. Oh, Want als, oh, als jij ja. nu in Den Haag zou moeten werken. dan weet ik binnen een week. zeg je van gasten. zoek het uit. Nou, ik heb best wel geduld. en ik heb ook een lange adem. maar ja. ik zal wel proberen. om stapje voor stapje hmm. mensen mee te nemen. over hoe het ook anders kan. En heus niet dat ik nou precies weet. hoe het allemaal moet. maar ik denk dat je in de politiek. als je daar wat meer ondernemerskwaliteiten. Uh, uh, meeneemt. dat het dan. Uh, dat dingen ook eens sneller kunnen gaan. ook pragmatischer. Um, doelgerichter. En uh, ik denk uh, veel efficiënter uiteindelijk. Maar terug naar de hamvraag. Als je gekozen wordt, dan ja. moet je fulltime naar Brussel? Of niet. Ja ja, 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 ja. In principe is het een fulltime baan. Maar ik denk, uh, ik zou graag met één been, uh, zoals ik nu met één been in Vietnam en één been in, uh, in Europa sta, zou ik eigenlijk ook één been ondernemer willen maar je blijven. Je zou je hebt er maar twee hè? benen. Ja, klopt. Dus maar hoe dan ga dan je je bedrijf dan runnen? Ja, nou ja, het bedrijf dat uh, werkt op zich heel erg uh, goed van zichzelf. Er zit een goed team in Nederland en een goed team in Vietnam. En uh, ik ben al een aantal jaar geleden door dat bedrijf zelf een soort uh, rolloos geworden. Toen hebben ze, wij zijn ISO gecertificeerd, dus we hebben allemaal rollen. En op een gegeven moment zeiden ze: ja, we hebben eigenlijk geen rol meer voor jou. En ik denk dat dat eigenlijk het beste werkt voor een bedrijf, want mensen kunnen prima. Beslissingen nemen en zeker als je de hele duidelijke doelen hebt, dan uh, gaat dat uitstekend. En uh, ja, ik, ik werk eigenlijk al 50% van mijn tijd uh, aan andere dingen dan aan het bedrijf. Zou je het bedrijf dan een keer willen verkopen? Nee, ik zou dat niet willen, want dat is ook mijn doel niet. Ik hoop gewoon dat het bedrijf als entiteit gewoon blijft bestaan. En voor mij is daarin een heel groot voorbeeld uh, Patagonia. En dat had ik zelf ook al een soort bedacht, alleen er is nog geen manier voor. En toen Patagonia die eerste stap heeft gezet, dacht ik: oh ja, kijk, zij doen het ook. En zo zou ik dat zelf ook in mijn hoofd uh, heb ik dat ook in mijn hoofd voor de lange termijn. En wat is dan met name de kenmerk van Patagonia die je adopteert? Nou, dat een bedrijf wordt eigenlijk gewoon een, een zelfstandige entiteit die is van niemand. Ja. En je hebt uh, mensen, ja, stakeholders die daar, uh, ja, de, eigenlijk uh, regelen hoe het bedrijf verder gaat uh, werken en. Uh, er is niet iemand die er, niet één aandeelhouder die daar. Maar jij hoeveel vervalt. aandeelhouders zijn er in het bedrijf? Een, ja, één. Ja, dat ben ik. Okay. En eentje in Vietnam, dat is uh, Mistoa. En zij heeft 10% van de aandelen. Want toen ik in Vietnam startte, kon je nog niet als buitenlands bedrijf uh, 100% aandeelhouder zijn. Okay. Maar ze is er nog steeds en ik ben ook heel blij mee dat ja, zij uh, ja, ja. er is. Ja. Maar dat blijft ook zo voorlopig. Ja. ja, En ik zou gewoon willen dat het bedrijf gewoon een, um, ja, een eigen entiteit is die gewoon door kan gaan zonder een aandeelhouder. Ja, 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 ja zonder, zonder jou als persoon bedoel je? Ja. Ja, 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 ja. ja. Maar denk je dan niet dat op een gegeven moment dat er onvrede ontstaat, dat ja, ik zit even misschien een negatieve gedachtegang? Oh, dit maar dat is denk ik, ja, maar het is heel leuk. Dan zit jij er in Brussel? Wij lopen met z'n allen heel hard te werken en de dividend gaat elk jaar lekker naar jou? Nee, dat is dat werkt, ook niet. Is nee. dat is dat wij werken er, er niet. bij ons heet ja. het dividend innovatiebudget. Dus de dividend gaat weer terug naar het bedrijf om te innoveren. En uh, ik ben ook bezig met de Nederlandse overheid om een nieuw soort BV uh, in het leven te roepen. En dat, dat heet de BVM. Dat, daar, daar liggen de ideeën over op de plank. Maar doordat het nu allemaal zo lang duurt, uh, ligt dat ook natuurlijk even te wachten. Maar ik hoop dat er dus nieuwe manieren komen van ondernemingsvormen die dus op die manier niet meer werken. Dus dan heb je uiteindelijk dividend. Is net als rente. Natuurlijk als je lening verstrekt, daar hoort een rentebedrag bij. Uh, dat kan je van tevoren afspreken, dat is gemaximeerd. En de rest uh, van de winst uh, kan dan terugstromen het bedrijf in als innovatiebudget. En innovatie voor doelen die natuurlijk uiteindelijk de, de planeet beter Aha, maken. Dus jij hoeft de winst niet te hebben als privépersoon? Nee. Nee. nee, nee. En landelijke politiek? Ja, ik ben heel erg Europees ingesteld... omdat uh, het bedrijf ook natuurlijk Europees georiënteerd is. Ik weet ook dat 60% van de regels... En de wetten die bedacht worden, komen uit Europa. Dus in de Nederlandse politiek wordt daar... Uh, die hebben wel invloed op die regels. Ik bedoel, de Nederlandse politiek zit ook aan de knoppen in Europa... natuurlijk om die regels te bedenken. Maar uh, ja, de, de, de Nederlandse politiek die doet daarin dan veel minder. Hè. We horen er wel heel veel van, maar eigenlijk gebeurt het in Brussel. En dat is jammer, want eigenlijk zouden we veel meer informatie... en nieuws willen horen wat er in Brussel gebeurt... Ja omdat heel veel mensen negatief denken over Brussel. Maar wat er, er zijn zoveel positieve punten aan die samenwerking. En ook aan de regelgeving, maar ook aan de kracht die Brussel heeft. En met elkaar in de wereld is veel groter dan Nederland alleen. Dus ik vind dat er te weinig uh, uh, aandacht wordt besteed in de media aan, uh, aan Brussel. Dan zouden we er met z'n allen, denk ik, veel genuanceerder over denken. En misschien blijer met Brussel zijn. Of met Europa zijn dan dat we nu uh, ons voordoen dat we zijn. Ja. Nou, de mensen die nu zitten te kijken, die weten misschien al wat de situatie inmiddels is geworden. Hè? Want uh, deze video zal ook over een aantal maanden of misschien wel ja. over een jaar worden bekeken. Maar het is nu, we leven nu eigenlijk ergens eind mei of zo. 2024, ja. vlak voor de Europese verkiezingen. Ja. Uh, dus ik wens jou daar heel veel succes uh, mee met die spannende stap. Uh, en uh, en dank je wel voor je uh, bevlogen uh, verhaal. En uh, dat schept uh, goede hoop en uh, positiviteit. Dank je wel daarvoor. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken uh, naar uh, weer een prachtig ondernemersgesprek en zit je te luisteren op de podcast. Uiteraard dankjewel voor het luisteren. Laat op beide kanalen of je nou op YouTube zit te kijken of op Spotify waarschijnlijk op Spotify zit te luisteren. Uh, laat een review achter, stuur een reactie onder het uh, videootje. klik op de like en abonneer ook vooral, want dat maakt CVD weer groter en dan kijken er weer steeds meer mensen naar dit soort prachtige verhalen die de wereld een stukje mooier maken. Want dat is wel nodig. Dankjewel voor nu. Hoi.